Het is vandaag zondag, ik hoop dat je na deze video een uurtje de tijd hebt om het een en ander voor jezelf op een rijtje te gaan zetten. Het einde van het jaar nadert, dit is HET moment om actie te ondernemen. Heb je deze punten nog niet uitgezocht, zorg er dan voor dat je dat vandaag doet. In deze video gaan we kijken naar een aantal financiële punten die je voor het einde van het jaar geregeld zou moeten hebben. Hey, mijn naam is Tim van LangzaamRijker.nl. En op dit kanaal houden we beleggen en persoonlijke financiën simpel. Vandaag dus een stukje persoonlijke financiën. We gaan kijken naar die stappen die we nemen voor het eind van het jaar. Ik zei net al, het eind van het jaar nadert. We zijn bijna op het eind van het jaar. Het is vandaag zondag. Stiekem is dat niet zo, want het is vandaag een vrijdag, midden in november. Ik neem deze video vast op, zodat ik in december eventjes een stapje terug kan doen. Even wat minder kan werken. Maar dat maakt niet uit, want ik weet dat heel veel van jullie... Deze stappen gewoon nog niet hebben ondernomen. Dat zie ik ieder jaar weer. Dat mensen blijkbaar tot het laatste moment uitstellen om dit allemaal uit te zoeken. Dus zorg er gewoon voor dat je deze stappen uit deze video na de video gewoon even voor jezelf bereid gaat zetten. Ik neem ze even met je door en zal stap voor stap uitleggen uh, ja, wat je zou moeten uitzoeken op dit gebied. Het eerste puntje is vermogensbelasting. Tijdens de jaarwisseling, of eigenlijk op 1 januari, bekijkt de Belastingdienst wat de waarde van jouw totale vermogen is op 1 januari. En op basis daarvan zullen ze. Uh, bepalen of je vermogensbelasting, oftewel box 3 belasting, moet betalen. Nou, voor alleenstaanden is het zo dat je tot 50.000 euro belastingvrij vermogen mag uh, hebben, houden. Um, en voor financiële partners, als je met z'n tweeën bent, is dat samen 100.000. Nou, wat valt daaronder? Daar valt spaargeld onder, je betaalrekening, cryptocurrencies, um, aandelen, andere investeringen zoals ETF's, obligaties. Dat allemaal samen wordt gezien als jouw vermogen. Nou zou je niet op basis van die vermogensbelasting in één keer rare stappen moeten ondernemen, maar ga eens voor jezelf na of je wellicht wat dingen vooruit zou kunnen betalen om wat minder vermogensbelasting te betalen. De vermogensbelasting in Nederland is gelukkig maar heel erg laag. Er zijn veel uh, misverstanden daarover. Sommige mensen denken dat het 31% vermogensbelasting is, maar dat is helemaal niet zo, want het is 31% vermogensbelasting op een fictief rendement. En dat fictieve rendement is afhankelijk van hoeveel vermogen je hebt. Maar heb je bijvoorbeeld 60.000 euro aan vermogen als alleenstaande? De eerste 50.000 euro, dat is geheel belastingvrij. Uh, de laatste 10.000 euro, daar ga je dan vermogensbelasting over betalen. Nou, dan gaat de Belastingdienst uit van ongeveer 1,5% effectief rendement. En daarover betaal je 31% belasting. Het is even heel globaal. Ik ga niet te diepte in omdat deze video niet alleen maar over belasting gaat. Maar je zou kunnen zeggen dat um, als je net iets meer dan 50.000 euro hebt, of net iets meer dan 100.000 euro met z'n tweeën, dat je over het deel wat daarboven valt ongeveer netto een half procent vermogensbelasting betaalt. Dus heb je 60.000 euro vermogen. Dat betekent over die 10.000 euro vermogen betaal je belasting. Dat is ongeveer een half procent. Dus dan zit je ongeveer op een euro of 50 wat je aan belasting betaalt. Nogmaals, het is eventjes heel globaal. Als je precies wil weten, zou je het even voor jezelf moeten berekenen. Maar het is dus absoluut niet zo dat dat uh, hele hoge bedragen zijn, zoals sommige mensen denken. Maar tegelijkertijd, wellicht kun je een aantal dingen vooruit betalen. Uh, misschien kun je alvast belastingen vooruit betalen. Misschien kun je jouw zorgverzekering vooruit betalen. En dat zorgt er gewoon voor dat je over die bedragen uh, ja, die half procent vermogensbelasting niet hoeft te betalen als je boven die grens valt. Het tweede puntje is de zorgverzekering. Ook de zorgverzekering wordt ieder jaar door weer door iedereen tot het laatste moment uh, uitgesteld. Zoals ik zei, het is nu midden november als ik het opneem. Je kunt je zorgverzekering nu al vergelijken. Ik heb hem al vergeleken. Sterker nog, ik heb deze week een video geplaatst over um, hoe je zorgverzekering kunt vergelijken, waar je op moet letten. Maar ik weet. Heel erg zeker dat een groot deel van jullie dat nog steeds niet heeft gedaan. Dus neem gewoon even die tijd een zorgverzekering vergelijken. Zeker op het moment dat je gezond bent en niet veel aanvullende bundels nodig hebt, aanvullende verzekeringen. Dan is het vergelijken van een zorgverzekering echt een piece of cake. Half uurtje ben je eraan kwijt. Dat kan je gewoon veel geld schelen. Dat kan je niet alleen geld schelen door een andere zorgaanbieder te kiezen op basis van de prijs. Kijk erbij natuurlijk ook even naar de voorwaarden of je een naturapolis of een restitutiepolius wilt bijvoorbeeld. Maar los daarvan kun je ook nog eens besparen door uh, of vooruit te betalen en daarnaast door je eigen risico te verhogen. In mijn geval kies ik er altijd voor om mijn eigen risico maximaal te verhogen minimale eigen risico is 385 euro. Het maximale risico is 885 euro. Dan zou je zeggen dat je 500 euro meer risico loopt. Maar het is niet helemaal waar. Want je betaalt ook minder uh, zorgverzekering. Dus die premie, als je die apart zet, kun je dat van dat eigen risico eigenlijk afhalen. Wat er voor mij voor zorgt dat het eigen risico ongeveer 250 euro hoger is dan het minimum eigen risico. Wil je daar nou meer over weten? Ik zal eventjes uh, de video volgens mij hierboven of daarboven, ik denk hier, uh, plaatsen. Dat is de video van afgelopen november over de zorgverzekeringen. Neem gewoon even de tijd, half uurtje tijd om dat te vergelijken. En dan kun je serieus, als je dat een beetje slim doet, soms wel meer dan 100 tot 200 euro besparen. Een derde, heel erg belangrijk punt, is het uitzoeken van je jaarruimte voor je pensioen. De jaarruimte op je pensioen is eigenlijk jouw pensioengat. Ook al bouw je een pensioen op bij je werkgever, dan kan het nog zo zijn dat je gewoon ruimte hebt, dus een pensioengat hebt, wat er dus eigenlijk gewoon voor zorgt dat je te weinig pensioen opbouwt. En wat nou te weinig is, dat is natuurlijk altijd relatief. Iedereen heeft daar een andere mening over. Maar ga in ieder geval voor jezelf na of je jaarruimte hebt. Dan weet je in ieder geval of het het geval is. En dan kun je beslissen of je er iets aan moet doen of niet. Voor mijzelf geldt dat ik eh, ondernemer ben, een ZZP'er. Ik bouw dus geen pensioen op via een werkgever of zoiets dergelijks. Dus dan is het extra belangrijk om dit uit te zoeken. Maar ook als je gewoon een baan en loondienst hebt, is het goed om dit eventjes na te gaan. In sommige gevallen bouw je gewoon maximaal vermogen op. Vaak bijvoorbeeld als je bij de overheid werkt, bij de ABP opbouwt of zoiets dergelijks. Uh, maar in sommige gevallen bouw je ook een heel stuk minder op. Ik heb een functie gehad in loondienst waarbij ik maar 50% van mijn jaarruimte uh, ja, gebruikte eigenlijk. Dus de werkgever zorgde over een pensioen. Maar de pensioen was eigenlijk maar de helft zo groot als dat ik zou kunnen opbouwen. En dat blijkt dus achteraf dat ik daar veel meer ruimte in, uh, in gehad zou hebben. Is het wel zo, als je dit niet voor het eind van het jaar regelt, dat je nog uh, reserveringsruimte hebt? Dan kun je tot ongeveer zeven jaar terug dit nog regelen. Maar het slimste, het makkelijkste is gewoon om dit jaar nog voor het eind van het jaar te bekijken of je jaarruimte hebt. Dus ja, bepaal dan of je extra wilt gaan inleggen op bijvoorbeeld een pensioenbelegrekening. Of wilt gaan pensioen sparen bijvoorbeeld. En als je dat dan wilt doen, zorg er dan ook voor dat je dat voor het eind van het jaar doet. In mijn geval heb ik een paar duizend euro kunnen inleggen op mijn pensioenbelegrekening. Die paar duizend euro mag ik van mijn inkomsten afhalen, waardoor ik minder belasting betaal. Oftewel, je kunt eigenlijk. Onderaan de streep met jouw bruto salaris gaan beleggen voor je pensioen. Daar komt het in mijn ogen op neer. Ook hier heb ik weer een video over gemaakt een tijd geleden. Uh, daar leg ik alles uit over pensioenbeleggen van A tot Z. Een video van meer dan een half uur. Uh, waar echt alle onderwerpen aan bod komen. Dus heb je daar interesse in? Kijk dan even de link hierboven. Uh, klik er eventjes op. Dan vind je meer informatie over pensioenbeleggen. En waarom het wellicht voor jou interessant zou kunnen zijn. Het volgende puntje is even een puntje van aandacht. Ik zal gaan proberen om je nog een keer te herinneren. Uh, rond de jaarwisseling, maar wellicht vergeet ik het. Uh, ik ben rond de jaarwisseling ook even wat minder aan het werk. Het is belangrijk om te weten wat de waarde van jouw cryptocurrencies is. Uh, op het moment van de jaarwisseling. Het liefst om 12 uur s'nachts, maar het zou ook kunnen dat je even op 1 januari bijvoorbeeld kijkt. Omdat je uiteindelijk de waarde van jouw cryptocurrencies moet opgeven bij jouw aangifte voor de belasting. En achteraf is het soms heel erg lastig om na te gaan hoeveel jouw cryptocurrencies nou precies waard waren. Wat moet je nou weten? Je moet gewoon weten hoeveel al jouw crypto bij elkaar is. Dus je hoeft niet te weten: uh, zoveel Bitcoin had ik, zoveel Ethereum, zoveel Cardano. Nee, je moet gewoon de totale waarde van je cryptocurrencies weten. Die heb je nodig als je dadelijk je belastingaangifte gaat doen over een paar maanden. En achteraf is dat, zoals ik al zei, gewoon heel erg lastig. Je weet niet meer precies hoeveel je van welke altcoin had. Je kunt wel terugzien. Hoeveel crypto toen waard was, maar hoeveel je precies op dat moment in welke coin had zitten, dat is meestal heel erg lastig terug te vinden. Dus daarom eventjes deze reminder: zet het even in je agenda. 1 januari, check even de waarde van je cryptocurrencies. Schrijf ze even op in je agenda bijvoorbeeld, zodat je bij de belastingaangifte gewoon even terug kunt zien hoeveel het op dat moment was. Een andere snelle tip is voor de ondernemers onder ons: heb je een onderneming? Ben je een ondernemer? En zijn er nog zakelijke kosten die je moet gaan maken? Probeer die dan ook weer voor het eind van het jaar te maken. Dat zorgt ervoor dat je jouw winst doet dalen. Dus dat je minder belasting hoeft te betalen uiteindelijk. Minder inkomstenbelasting. Daarnaast eh, misschien ook wel wat minder box 3 belasting. Als je echt veel eh, geld apart hebt staan voor je onderneming. Denk bijvoorbeeld aan abonnementen die je moet verlengen. Of bepaalde eh, eh, rekeningen voor voorraden die openstaan. Zorg er gewoon voor dat die voor het eind van het jaar gefactureerd worden. Dat je die gewoon meteen kunt aftikken. En dat zorgt er gewoon weer voor dat die winst wat lager is. Natuurlijk, volgend jaar heb je daardoor een wat hogere winst. Maar het is toch wel lekker om je winst een beetje te drukken. Op het moment dat je goede winsten hebt. En dus wilt zorgen dat je minder belasting betaalt. En tot slot de laatste tip: de laatste tip is om een financieel overzicht te maken. Zelf maak ik iedere maand een financieel overzicht. In dat overzicht zet ik hoeveel ik waar ben in principe. Dus dan zet ik in wat mijn cryptocurrencies waard zijn, wat mijn uh, beleggingen waard zijn, hoeveel mijn auto waard is, eventueel je woning. Ik heb een huurwoning, dus dat gaat voor mij niet op. Uh, andere bezittingen, dat kun je allemaal op een rij zetten. Daarnaast zet je dan uh, natuurlijk jouw uh, verplichtingen of jouw schulden. En dan weet je wat jouw totale vermogen is, hoeveel je op dat moment waard bent. Zoals ik al zei, ik doe dat iedere maand. Ik vind het fijn om iedere maand bij te houden. Maar doe je dat niet iedere maand? Doe je dat in ieder geval gewoon één keer per jaar. Maak even een Excel-bestand. Zet daar gewoon eventjes het een en ander op een rijtje. Om gewoon uiteindelijk terug te kunnen zien waar je vandaan komt. Uh, en ja, of je op de goede, in de goede richting bent, zeg maar. Het uh, helpt gewoon heel erg voor mij om um, ja, rust te krijgen. En ook om te zien dat ik goed bezig ben. Ik zie dat mijn vermogen uh, langzaamaan wat, uh, wat groeit. Dat ik op de juiste plekken uh, investeer. En natuurlijk, uiteindelijk gaat er een keer een periode komen waarin mijn. Uh, investeringen wat uh, minder waard zullen gaan worden, maar dan zal ik ook niet meteen in paniek raken omdat ik de grotere trend kan zien omdat ik iedere maand het overzicht maak. Ik wil ook een groot spreadsheet bestand gaan maken, of in ieder geval een verzameling van verschillende spreadsheets. Die ik met jullie kan delen. Denk aan een spreadsheet om je vermogen uh, in bij te houden. Om je gemiddelde aankoopkoers voor uh, crypto of voor aandelen in bij te houden. Um, om jouw pensioen uh, te berekenen. Allerlei verschillende spreadsheets voor persoonlijke financiën. Maar ja, ik begrijp dat dat natuurlijk best wel veel tijd kost. Ik heb dat soort spreadsheets deels zelf gemaakt, maar die zien er niet uit. Ik weet hoe ze werken. Maar zonder uitleg is het waarschijnlijk aba als iemand anders die spreadsheet ziet. Ik wil het wel gaan uitwerken. Dus mocht je daar interesse in hebben, laat het even weten hieronder in de comments. Dan uh, weet ik in ieder geval of jullie dat interessant vinden. En zo ja, dan uh, zal ik meer tijd uh, spenderen om dat ook daadwerkelijk te uh, realiseren. En dan ga ik hem hierbij afsluiten. We maken hem niet te lang. Het is immers het einde van het jaar. We gaan allemaal genieten van deze periode. Veel mensen hebben vrij. Uh, spenderen met vrienden en familie. Ik wil je alvast een hele fijne kerst wensen. Als ik uh, niet meer met video's tussendoor kom, ook alvast een gelukkig nieuwjaar. Zet eventjes die punten die ik heb besproken in deze video voor jezelf in je agenda. Een aantal punten die je bijvoorbeeld op 1 januari moet checken. En die andere punten, zoals de zorgverzekering. Zorg er gewoon voor dat je die nu na deze video gewoon even gaat vergelijken. Half uur tot een uurtje tijd, want dan kan je gewoon veel geld besparen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Geef even dat duimpje omhoog en ik zie je bij een volgende video.